YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik dit ei open voor een 10. Een kikker. Als ik hem kus, wordt het dan een prinses. Ik ben onderweg naar de dierenwinkel in Adopt Me in een badkuip. Wat vrij bijzonder is. Het is wel handig. Als je heel gehaast bent en je moet nog douchen, maar je moet ook ergens op tijd heen, dan ga je gewoon in een badkuip. Vandaag is de challenge heel simpel. Ik moet elk dier in Adopt Me adopteren. Dus het eerste wat ik ga doen, oh, en dit gaat pijnlijk zijn, is 10.000 bugs kopen. Zodat ik kan beginnen met het halen van eieren. Hier hebben we de lijst met dieren die we allemaal nog kunnen vinden. En sommige zijn super zeldzaam. We hebben natuurlijk best wel veel haast. Dus we laten ze allemaal gelijk uitkomen. Oké, de allereerste. Wat is het? Dit is een rare. Oké. Bedenk een naam voor dit schattige vogeltje in de comments. Maar we gaan terug naar de automaat. Want elk dier adopteren, dat is dus niet één vogel. Dus let's go. Oké. Het is... Oh, ben je serieus? Hey, zie je het zo? We hebben nu een tweeling. We gaan gelijk weer door. We laten hem uitkomen. Kom op, geen vogel, hè. Ik ben geen vogelnest. Ik ben echt bang nu. Het is weer een vogel! Oké, het is een andere vogel dan net. En het is een uncommon. Come on, dude. Geef me iets geks. Het is een vorstje. En deze is weer rare. Maar wacht eens even. Ik sta natuurlijk de hele tijd bij dezelfde machine. Maar er is ook... Oh my gosh. Het duurste ei in Adopt Me. Weet je wat? Ik ga er niet eens te veel bij nadenken. Let's go. Ah! Maar de grote vraag is... Wat zit er in het duurste Adopt Me ei? Come on. Het is wel weer een vogel. Maar wat voor vogel? Het is een rare. Oh my gosh. Oké, misschien moeten we het gewoon bij deze eieren houden. Ik moet zeggen, ik voel gewoon dat we elk moment een legendary kunnen krijgen. Come on, dude. Come on. Oh, wat? Het is een kikker. Het is een common. Maar als we hem een kus geven, wordt het een prinses. Nou, volgens mij werkt het niet zo. Oké, we openen het volgende ei. Oh my gosh, dude. Ik begin een beetje spijt te krijgen van alle Robux die dit kost. Kom op. Het is weer een vos. Niet bij nadenken, Job. Gewoon weer verder gaan. Ik kan zometeen letterlijk gewoon mijn eigen dierenopvang beginnen. Hoeveel dieren heb ik al? Dit is pas het begin van de video. Oké, het is weer een kikker. Mijn leven is een sprookje. Ik ga gewoon nu een aparte video moeten maken waarin ik al mijn kikkers kus. Zodat ik een rijk heb vol met koningen en koninginnen. Oké, kom op. Geef me iets goeds. Please. Weet je, we doen gewoon alsof dit niet is gebeurd. Ik knip het niet uit de video, weet je. Jullie krijgen het allemaal te zien. Kom op, dude. Het moet beter kunnen dan dit, toch? Wat krijgen we? Iets moois. Iets goeds. Weet je wat? Ik heb volgens mij VIP in dit spel. En ik kan me herinneren dat er iets te vinden is hier. Oh my gosh, wat is dat? Het is een opa-ei. 600, dat is vrij duur. Maar wat gaat daar dan in kunnen zitten? De kans op een legendary is trouwens 3%. Dat is echt heel erg klein. Maar come on. Een hondje. Ik bedoel, die hebben we nog niet gekregen deze video. En dat is goed. Alleen het nadeel is een beetje dat een hondje echt het meest basic iets is wat je kan krijgen. Come on. Ik heb gewoon superveel pech vandaag. Geen enkel probleem. We gaan weer terug naar deze kant. Ik moet er 50 bugs bij kopen. Come on. Oh, bij deze heb ik een goed gevoel. Laten hem in één keer uitkomen. Alsjeblieft. Geen hondje, geen vogel, geen kikker. Het is een kikker. En omdat we elk dier willen adopteren, sta ik hier bij pinguïns. We hebben de koning pinguïn, we hebben de gouden pinguïn en we hebben de diamanten. Nou, je kunt het al raden. De diamant is de allerzeldzaamste. En er is maar één manier om deze pinguïns te krijgen. Daarvoor moeten wij een goudvis kopen. Let's go. Ik heb een goudvis in mijn hand. En ik denk dat ik hem nu gewoon kan gooien. Wacht. Alle pinguïns gaan op de goudvis af. We hopen op de diamanten, maar die zie ik niet eens. Oh, wat, daarboven staat er één. Heb ik er één? Oh, ja, we hebben er één. Volgens mij wel. Iemand zegt, yummy, thanks DutchTuber. Wacht, maar heb ik hem nu ook? We gaan eens even kijken bij onze pets. Ja, ik heb mijn eigen pinguïn. Kijk. Weet je wat we doen? We kopen er een tweede goudvis bij. En deze keer gooi ik hem helemaal daar naartoe. Dan gaan we eens even kijken wie er dan op afkomen. De diamanten, die is er ook op afgelopen. En er zijn 3 gouden. Come on, dude. We willen echt in ieder geval een gouden. Dat zou zo... Dat is geen gouden. Oh, we hebben een dubbele. We hebben echt al zoveel tweelingen. Misschien zelfs wel drielingen op dit moment. Weet je, we hebben twee dezelfde pinguïns. Maar ze zeggen niet voor niets. 3 keer is scheepsrecht. Dus kablam, we kopen weer een goudvis. Dude, dit is een van de duurste video's in Roblox die ik ooit heb gemaakt. Waarom heb ik dit idee gehad? Welke gaat hem pakken? Ik zie heel veel gouden. Maar welke gaat mij bedanken? En welke gaat er met mij mee? Kom op. Oh, het is dus weer geen. Weet je, hier houdt het op. Ik zit in een super, super gave auto. En we gaan nog meer dieren adopteren. Alleen deze keer gaan we naar een andere dierenwinkel. Oh my gosh. Wacht even. Al deze dieren die heb ik al. De eekhoorn heb ik. De panda heb ik. Dus hier hebben we eigenlijk iedereen al geadopteerd. In andere video's. Maar deze heb ik nog niet. Hoe duur is die? Laat me nou niet schrikken met de prijs. 800. Oh. Het is de uitdaging. Dus buy now. Oh my gosh. Oh, dit is zo gaaf. We hebben letterlijk gewoon onze eigen vliegende paard. I don't know. Het nadeel is alleen. Wij kunnen er niet op vliegen. Tenzij. En we blijven maar bezig. Buy now. Tenzij we hem dit lekker... drankje geven. Hij wilt hem echt nu al hebben. Weet je wat? Alsjeblieft. We hebben gewoon zometeen ons eigen vliegende paard. En je kunt al wel raden waarmee we... Ja, waar we naartoe gaan vliegen. we zitten erop. Let's go. Oeh, dit is zo cute. We vliegen namelijk naar deze winkel om nog meer eieren te openen.
openen. Laat sowieso een goede naam weten voor dit paardje in de comments. Waarschijnlijk het duurste huisdier wat ik ooit in Adopt Me heb gekocht. Oké, het volgende ei. 3, 2, 1, let's go. Normaal moet je best wel lang wachten voordat een ei opent. Maar deze opent dus nu gelijk al. En het is... Oh, het is weer een vos. Dit is het moment waarop ik chagrijnig word en al helemaal niet meer nadenken. We gaan weer voor het duurste ei. Come on, dude. Ik weet gewoon zeker dat we een legendary kunnen krijgen. Alsjeblieft. We willen elk dier adopteren. Hoeveel heb ik er eigenlijk al? Wacht even, wat heb ik gekregen? Oeh, een kameel. En het is een uncalme, niet zeldzaam dus. Weet je wat, geen probleem, dan openen we het. Oh my gosh. Waarschijnlijk ga ik na deze video pas beseffen wat ik heb gedaan, hè. Maakt niet uit, want dan hebben we in ieder geval alle dieren geadopteerd. Oké, okay, let's go. Come on, come on, come on. Het is... Is dat een, is een ezel? Oh my gosh, is die zeldzaam? Het is weer een uncalme. Het is in ieder geval wel één die we nog niet hadden. Oké, okay, volgende ei. Dude, ik ben zo zenuwachtig. Ik voel gewoon dat er zometeen legendary gaat staan. En dan spring ik een gat in de lucht. Letterlijk. Oké, okay, come on, dude. Come on, dude. Het is weer een kikker. Wie wil een kikker hebben? Spam kikker in de comments als je een kikker wil hebben. Oh my gosh, daar gaan we weer. Het leek mij gewoon een leuk idee. Weet je, elk dier adopteren. En wat is dan een beter spel dan Adopt Me? Wat letterlijk adopteer mij betekent. Het is weer een vogel. Oh my gosh, dude. Oh my gosh. Ik dacht dat ik net het duurste dier had gekocht. Je weet wel, het vliegende paard. Maar voor 1250 Robux hebben we hier een soort van ruimte leeuw. En we krijgen er dan ook een huis bij. Weet je, ik doe mijn ogen gewoon dicht. Oepsie, ging per ongeluk. Zo gaaf. Wat is gebeurd? Oh my gosh, wat is gebeurd? Oh, is dat ons nieuwe huis? Goed. Oké, okay, wacht even. ik ging zeg maar... Dit kwam ik per ongeluk tegen. Ik wist niet eens dat dit er in Adopt Me was. Want ik heb dit spel al zo lang niet meer gespeeld. Oh my gosh, dude. Dit is de hoofdprijs. Bedenk een naam voor dit rare ding in de comments. Wat is het? Het heeft de staart van een vis. Van een soort van zeemeermin. Het heeft het gezicht van een leeuw. De hoorns van een stier. En het heeft een soort van galaxy uiterlijk. Zijn er aliens in Adopt Me? Want dat is wat ik begin te denken. Oh, dat is zo gaaf. Maar op deze wil ik eigenlijk kunnen rijden. Oké, okay, we kopen er een speciaal drankje bij. En hij is gelijk al blij. Hij weet dat hij hem krijgt. Kijk dan. Oké, okay, we geven een drankje aan hem. Dan kunnen we gewoon rijden op een alien dier, dude. Wat wil je nog meer? Oké, okay, hij drinkt hem op. 3, 2, 1. Oh, wacht even. Je kunt het niet goed zien. Maar check this out. Ik zie alleen wel dat hij een soort van ziek is. Dat, ja, ik zou hem graag willen helpen, maar we moeten meer dieren adopteren. Ik klink nu echt heel flauw, I know. Maar we komen er echt wel aan toe. Ik weet niet wat ik ga doen, dude. Of tenminste, ik weet het wel. Nog meer Robux verspillen. Weet je wat? Misschien moeten we het goedkoopste ei een keer kopen. Dat is echt zo typisch, toch? Dat je dan elke keer de dure ei koopt, dat daar dan letterlijk niks in zit en dat je dan in het goedkoopste ei het beste krijgt. Let op. Luister, ben je echt serieus? Die hebben we nog niet gekregen. Het is een rare. Maar wacht even, dus elke keer als ik gewoon 10 keer zoveel betaal voor een duur ei, krijg ik ook een rare. Wat? Dit spel is raar. Dus weet je wat? We kopen nu alleen maar de goedkope eieren. Tenzij er echt helemaal niks meer uitkomt wat interessant is. Meestal is het openen van eieren in Adopt Me een van de leukste dingen, dus vandaar dat ik er nu gewoon een hele video aan wijd. Come on. Het is weer een nieuwe. Wat is dat, een mier? Oké. Okay. Wacht, daar wil ik op rijden. Ik bedoel, een mier is normaal echt mega klein. Nou, wij zijn een mens, dus wij zijn een stukje groter, normaal gesproken. Maar check dit. Oh my gosh. We zitten op mier. Oh, dit is amazing, dude. Oké, okay, 3, 2, 1. Wat hebben we? Wat krijgen we? Wat is het? Oké, okay, wacht even. Ik probeer me even te beseffen, jongens, wat hier zojuist is gebeurd. Ik heb misschien wel 5000 Robux uitgegeven aan dit stomme, dure ei. En ik kreeg nada. Nee, niet eens nada. Ik kreeg noppes. Vervolgens schakel ik uit paniek over naar het goedkoopste ei. Ik dacht, gaat vast niks gebeuren. En ik krijg het zeldzaamste dier in Adopt Me. Dit moeten we vieren. Dit moeten we gewoon vieren. En weet je hoe we het gaan vieren? We gaan hem een potion geven, waarmee we er zo meteen op kunnen vliegen. Oh, ik ben zo blij. Eigenlijk zou ik nu met de video moeten stoppen. Dan bespaar ik namelijk een paar duizend Robux. Maar, oh, snapperoni. Oké, okay, hey, alsjeblieft. Help me met een naam bedenken voor deze draak. Want ik kan dat nu gewoon even niet. Weet je, al mijn energie is opgegaan aan Robux uitgeven. Dus bedenk een goede naam voor de draak in de comments. Abonneer voor meer en adios.